Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Nederland ligt er mooi bij op de satellietfoto. Wolken liggen klaar op de Noordzee en boven Engeland. Maar vanochtend begint de dag met zonneschijn. Van het westen uit neemt de bewolking toe. En de temperatuur vanochtend tussen de 16 en 17 graden. En er staat niet al te veel wind vanuit het zuiden. De wind draait in de loop van de dag naar het zuidwesten, maar meer dan windkracht 2 of 3 staat er niet. Het is overwegend bewolkt vanmiddag en af en toe valt er wat lichte regen of motregen. En de temperatuur komt uit op zo'n 20 tot 24 graden. Vanavond nog een spatje regen, verder wolkenvelden en de temperatuur dalend naar 19 tot 21 graden. En morgen zien we eerst veel wolken, maar van het westen uit breekt de zon door en het wordt in de middag opnieuw zo'n 19 tot 24 graden en de wind draait naar het westen tot noordwesten, maar veel wind staat er niet. Op dinsdag dan draait de wind naar het oosten en wordt het 20 tot 24 graden, is volop zonneschijn. Woensdag en donderdag dan wordt het tropisch landinwaarts met 30 graden, want de wind komt dan van het oosten tot zuidoosten en dan zitten we waarschijnlijk midden in een hittegolf. Ik ben Diane Woei van Weerplaza.nl.